Welkom lieve Leeuw, dit is weer jullie reading voor het einde van juli. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond moet zijn en gelukkig. Bedankt allereerst voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, het abonneren, het doneren, het delen, aanvragen van privé readingen, de vele donaties, de verlengingen. Super lief, dankjewel. En natuurlijk alle liefdevolle, warme berichten via de mail en via de website. Ik kreeg voor jullie door om de Romantic Angels en de Earth Magic te gebruiken. En ik zal zo ook even kijken wat ik ga gebruiken als tarotdek. Ik viel meteen een kaart uit, die moest ik nemen, hoorde ik. Nou ga ik nog even kijken of ik nog een tweede kaart mag krijgen. Dat is die tweede kaart. Eens even kijken. Nou, die eerste kaart was laat los. Dus het kan goed zijn, lieve Leeuw, dat je in een bepaalde situatie zit. Of een bepaalde soort baan hebt. Of iets of iemand wat je los moet gaan laten. Het kan ook een bepaalde cyclus zijn, gedachtegang. Het is allemaal mogelijk, maar het is dus nodig voor je eigen groei om deze situatie los te laten. Als je het loslaat, dan komt er weer schot in de zaak. Dan komt er vooruitgang. Nu sta je al die tijd stil op het moment dat je eraan vasthoudt. Dus hou daar rekening mee. De Lightseers krijg ik bij jullie door. Angels, Archangels, Spirit Guides en Ancestors. Wat mogen wij weten voor de Leeuw? Voor eind juli. Voor de Leeuw. Je gaat verhogen in frequentie door een bepaalde keuze te maken. En dat is dus die keuze van loslaten. Dan ga jij vernieuwde inspiratie krijgen. En dan ga je met de volle rotgang ga jij vooruit. Dus je staat nu stil. Omdat je ergens aan vasthoudt. Ja, ik zie het al vrij duidelijk. Nou. Onderliggende wat je nog niet hebt uitgesproken is dat je wilt eerlijk geven en nemen. Dus je wilt balans in een bepaalde relatie of in een bepaalde werksfeer of in een vriendenkring wil je eerlijk geven en nemen. En je hoopt ook dat het daarbij blijft, dat je hier de infinity teken, dat dat gewoon lekker in evenwicht blijft. Maar dat is nu op het moment niet zo, vandaar dat het advies ook is van laat het los. En als je het loslaat, dan komt er beweging in de zaak, dan komt er schot in de zaak. Ja, het is heel... met ups en downs. De ene moment ben je ontzettend gelukkig. En het andere moment dan heb je die duivelkaart. Dus het is ups en hele grote downs. En die ups en downs die hebben te maken met... dat kan zijn een huwelijk voor de meeste van jullie. Maar dat kan ook zijn de meeste van jullie op financieel vlak. Want er kijken natuurlijk vele honderden mensen naar deze readingen. Dus dan zijn er meerdere mogelijkheden van toepassing. Dus ups en downs qua financiën. Ups en downs qua vaste relatie en of huwelijk. En eigenlijk wil je natuurlijk een zege vieren. Je wilt eigenlijk die ligt onder de zon. Je wil eigenlijk altijd succes. Je wil eigenlijk altijd blij zijn in een bepaalde connectie. Jij wil altijd graag succesvol zijn op je werk. Dat het goed gaat. Dat je geïnspireerd bent. Dat de zaken voor de wind gaan. Dat je gelukkig bent in een connectie. Dat het lekker loopt. Dat toxische van die duivel, dat heeft met de kindertijd te maken. Kan zijn dat je nog iets moet aan gaan kijken. Iets wat je misschien nog niet onder ogen durft te zien. Je bent misschien bang om te vallen. Want ik zag net Milo hier van een verhuisdoos vallen op een andere doos. Gelukkig niet al te diep. Misschien ben je bang om fouten te maken, om te vallen. Misschien voel je je niet goed genoeg. Heb jij als kind zijnde altijd jezelf moeten bewijzen? Moest je perfect zijn? En heb je dat zeg maar als, als ongezonde cyclus, signaal, manier aangeleerd. En dat maakt af en toe dat je jezelf gewoon saboteert. Want het ene moment ben je heel gelukkig en frivol en blij. En dat heeft ook zo zijn uitwerking op de financiën. Want dan zit je in je flow en geld is niks anders dan ook een energie. Dus dan floot jouw geld, jouw financiën ook. En een ander moment als jij dus in die duivel-energie zit, je ziet het niet zitten of het gaat, je zit in de down, dan stoppen ook gelijk die financiën. Omdat dan die flow, die wordt dan geblokkeerd door jouw gedachtegang. Probeer daarop te letten, want geld is energie. Dus probeer altijd op je mindset te letten, zodat die energie blijft flowen. Ja, je gaat op een gegeven moment ga jij kijken ook van goh, wat moet ik nou loslaten? Want je merkt als jij je blij voelt, dat je heel veel energie hebt, dat je succesvol bent, dat je de hele wereld aan kunt. Maar op andere momenten dan voel je je alleen, voel je ongelukkig, voel je depressief. En heb je gewoon helemaal geen energie en misschien zelfs wel lichamelijke klachten. Je merkt vooral als je in die negatieve mindset zit, in dat wat je nog mag gaan helen uit het verleden. Hè, die angst voor, die faalangst. Stap in diepe zetten. Het leren loslaten van oude gedachtenpatronen. Dat gewoon energie vreet en dat je dus jouw energie in een bodemloze put aan het gooien bent. Terwijl je die energie beter kunt behouden voor de leuke dingen. Advies is dan ook van stop met die negatieve mindset. Of dat nu gaat in een relatie, in een huwelijk, op het werk. Stop daarmee en laat die mindset, die slechte toxische mindset, die jou iedere keer weer uit balans trekt, laat dat achter je. En probeer nu die balans te vinden, dus ga jezelf helen, zodat je dat negatieve uit je verleden, die mindset kan loslaten, zodat je nu naar dat geluk kunt gaan, dat zonnetje wat je hier ziet schijnen, dat je naar die zon kunt gaan, dat je succesvol kan worden en blijven. En dat jij die energie ook kunt behouden, want dat is wat je graag wenst. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is om die mindset, waar jij dus heel erg bang voor bent, om die los te laten. Vandaar ook de loslaatkaart hier. En als jij dus gaat loslaten, dan ga jij dus terug in beweging komen. Dan ga je dus het oude achter jou laten en ga jij richting het positieve. En dan zal je zien dat die flow van balans, of dat nu in je liefdesleven is, of dat nu op financieel gebied is, die blijft dan oneindig flowen, omdat je dan niet meer iedere keer door die slechte mindsets, die oude gedachtepatronen, omlaag wordt getrokken. Mag ik nog als advies? Dus probeer, als je dus het oude achter je laat, probeer dan jouw relatie nog een kans te geven. Want misschien heb je nu ook zoiets van, het gaat niet, ik wil een relatie opgeven, want het gaat niet. Wees ook eerlijk tegen jezelf. Verloochen jezelf niet, saboteer de boel niet, dus geef het een verre kans, hè? Of laat het gewoon helemaal los. En als je toch denkt van, goh, het werkt echt niet, laat dan die connectie of dat werk of dat wat jou zeg maar iedere keer omlaag haalt in energie, in frequentie, in blijheid en vreugde, laat dat dan los. Hetzij gaan scheiden van een partner of breek met een goede vriendschap. Bepaalde ouders, familieleden die je omlaag halen, of stop met een bepaalde functie die niet bij je past, bepaalde werkzaamheden die niet bij je passen, en ga op zoek naar wat anders, zodat je wel gelukkig kan worden. Want dat wat allemaal positief is, waar je gelukkig van wordt, dat is wat jou aantrekt. Hè? Iedereen is graag gelukkig, iedereen is graag succesvol en iedereen heeft graag heel veel energie. Dus heb vertrouwen in jezelf dat je dit kunt. Wees niet bang om te vallen, zoals ik net zei. En leer jezelf lief te hebben. Want met zelfliefde krijg je zelfvertrouwen. En als je zelfvertrouwen hebt, ben jij niet bang om al te diep te vallen. Want dan weet je gewoon van, ik kom gewoon goed terecht. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.